Hallo allemaal, ik ben Carla en ik ga verder met het eindexamen Grieks 2025, Sophocles Antigone. In dit stuk hiervoor is Creon ontzettend boos geworden omdat Eteocles begraven is en hij verwijt dat de wachters. De wachters kunnen zich nu redden van zijn boosheid als ze de dader vinden. En nou ontwikkelt zich een stigmatie tussen de wachter en Creon. De wachter zegt dan eindpijn, ti doseis, estrafeis, houtos io. T is een axitibus. Doseis is een PV. Io is een PV. En strafeis is een participium nominatus. Twee zinnen dus, want e is een nevenschikkend voegwoord en ik heb twee PV's. Doseis betekent jij zult geven. Te zeggen. Nou, een lijn voor waarbij zeggen is iets, die t. En jij zult geven, daar maak ik geen leidend voorwoord bij. Want in de aantekening staat dat je dat... het moet is trouwens een vraag. Vraagteken, denk eraan. Dus je kunt meteen even in je kladje al opschrijven, zul jij geven. En in de aantekeningen staat dat er bij geven dat je het nu moet vertalen met de gelegenheid geven. Dus daarom heb ik geen gelegenheid geven. En daarom heb ik geen axitibus nodig bij geven. Je verwacht een meewerkend voorwerp aan iemand iets geven. Dus een meewerkend voorwerp bij geven, die staat er niet. Maar dat is dus de mij. Kun je opmaken uit de rest van de context. Dus dan krijg je als betekenis, zult u, het is tenslotte een wachter tegen de koning, me de gelegenheid geven iets te zeggen. Of strafeis omgedraaid hebbende, me omgedraaid hebbende, gedraaid hebbende, moet ik gaan. Conjunctivus in een hoofdzin is met een eerste persoon enkelvoud is bijna altijd een dubitativus. En een dubitativus vertaal je altijd met moeten. Dus denk eraan, conjunctivus in de bijzin, daar doe je eigenlijk niks mee. Conjunctivus in de hoofdzin, daar moet je wel iets mee doen. En hier, als er een eerste persoon enkelvoud of een eerste persoon meervoud staat in een vraagzin, is het bijna altijd een dubitativus die je met moeten vertaalt. Dus dan wordt dan in dit zinnetje, of moet ik gaan nadat ik me omgedraaid heb. Creon, ook oista kainen hos aniaros legais. Oista is een PV en legais is een PV, dus ik moet hem echt schrappen. En dat is hier de hos. Hos is een voegwoordje waar je echt kunt schrappen. Kainen kan ook betekenen ook nu. En hos is een voegwoordje van een bijzin. Oista betekent jij weet. Weet je, het is weer een vraag. En oekoen, wat je weet, lijnt voorwerp bij weten, lijnt voorwerp bij weet je, is de volgende zin, is de bijzin. Bijzinnen kunnen een lijnend voorwerpzin zijn. Nou, ook kan je nun, moet ik nog toevoegen. Dus weet je ook nu niet, of zelfs nu niet, hoos kan dan dat betekenen, of hoe. En hoe klinkt hier het mooiste? Want er staat hoos met een bijwoord erachter. En dan betekent hoos bijna altijd hoe. Maar legais betekent jij spreekt. En dan krijg je hoe aniaros. En aniaros betekent pijnlijk. Jij spreekt. Vraagteken. De wachter antwoordt dan met entoisi ozin. Dativus. Door de N. E, pi is epi, want ik ken geen ander voorzettertje dat met pi eindigt. En dat is ook een dativus. En daknei is een pv. Daknei betekent wordt u gebeten. Het is weer een vraagzin. Gebeten, vraagzin. En er hoort natuurlijk niks bij. En dan moet ik zeggen entois oizin, e, epi, tai, psychei. Dus wordt u gebeten. In uw oren of in uw ziel? Vraagteken. Dat vindt Creon natuurlijk niet leuk.
En dan zegt hij, rhythmi zeis is een participium nominativus. Ten emen lupen is een activus. En bij hopu staat dat je daar esti bij moet denken, dus dit is een bijzin. Want hopu leidt een bijzin in. Rhythmi zeis is geen participium, maar kom ik daar nou bij. Rhythmi zeis is een pv. PV. Rhythmi zeis betekent jij ontleed. En het is weer een vraagzin. Ontleed jij? Leed jij? En lijnt voor waarbij ontleed jij? Jij. Het is een vraagzin, dus geen t erachter. Waarom ontleed jij? Is ten emen lupen mijn pijn. Ti in zo'n zin waarin al een lijnvoorwerp staat, betekent dan meestal, kijk, anders kan het wat betekenen, maar ik heb al een lijnvoorwerp, dus ti kan dan beter vertaald worden met waarom. Waarom ontleed jij, mijn pijn? En dan zegt hij hopu esti. En esti betekent het is. Hij is, de pijn is aan hij is. Misschien is pijn in het Nederlands wel vrouwelijk, of geen idee. En hopu betekent waar, dus waar hij is. Volgende stukje. Hodron, de hodron is een nominativus. Se is een accusativus. Anjai, pv. Tens frenos, accusativus. Tadota, activus. En ego, nominatief. Dus dit lijkt, de verbindt we, is een opsomming. Dit lijkt dus, het zijn wel, het lijkt dus gewoon een opsomming van een nominatief en twee activussen, se en tadota in tas frenas. Tas frenas en tadota, die horen bij elkaar. En daar staat van, hopelijk in de aantekeningen, dat dat een activus van respectus is. Want eigenlijk heb ik al een lijnvoorwerp, namelijk die se. Dus wat doet dat activusje, die extra activus er dan? Het is niet een aanvulling, een beschrijving van de se. Want ja, dat zouden delen zijn van de se. Maar het is een activus respectus. Hodron betekent de doener. De doener. En dat kun je natuurlijk goed vertalen met de dader. Dat kan niet altijd bij een PPA. Doet pijn. En dan de volgende zin maak ik. Het lijnvoorwerp, wie doet die pijn? Het lijnvoorwerp bij de doet pijn is u. Dus dan krijg je de doener doet u pijn. Maar ik, en dan kun je bijdenken, doe pijn. En dat is een ellips, net zoals in Nederlands. Die kun je ook weglaten daar. Maar ik doe pijn. En dan krijg je dus die actie van respectus. Ik denk dat die andere dus een actief respectus is, omdat ik al een lijnvoorwerp heb. De doener doet u pijn, de dader doet u pijn. De dader van het begraven van Eteocles. Dus ik heb al een lijnvoorwerp. Hoezo staan deze lijnvoorwerpen er dan in? Nou, dat is typisch iets voor een actief respectus. Een actief die overblijft en die een beperking aangeeft. De dader doet niet de hele u pijn, maar alleen in specifieke details. In mijn specifieke gebieden. Dus ten eerste wat betreft. En een actief respectus vertaal je altijd met wat betreft. Wat betreft uw hart. Maar ik, wat betreft, doe pijn. Die hoef je dus niet op te schrijven. Maar je kunt het erbij denken. Wat betreft uw oren. Kijk, niet de hele uur wordt pijn gedaan, maar alleen het hart en de oren. Clem vindt het allemaal niet leuk, dus hij noemt hem een lalema, ekphukos ei. Ekphukos ei is een omschrijving van een perfectum. Ekphukos ei betekent, jij bent echt, maar je kunt dit kans ook als gewoon een, even kijken, even een kleurtje veranderen. Het staat naast elkaar alsof het een omschrijving is van een perfectum. Maar het kan net zo goed bij lalema horen. Jij bent een geboren pvkos kletser. Oi mooi betekent wow, zoiets. Wow.
En dan host met een zelfstandig naamwoord erachter. Dus niet met een bijwoord, maar met een zelfstandig naamwoord betekent meestal wat. Wat voor een geboren kletser ben jij? Ik weet niet of we koning wou ze zeggen, maar ik vind het wel leuk. Okun, to ergon tuto is een activus. En poiesos is een participium. Nominativus. En hij antwoordt dus op dit hier. Hè. Hier staat, daarom staat hier geen pv in, want dan kun je die ei bijdenken. Jij bent, ik ben dus hier. Maar ook in Nederlands hoef je dat eigenlijk niet te zeggen. De gedaanhebbende, oftewel is de dader. Het lijnt voorwerp bij gedaanhebbende is dat werk. En dan krijg je hier, ukun betekent dus niet. Dus niet ooit potten de dader van dit werk, zouden wij dan zeggen. Degene die dit werk gedaan heeft. En dat werk is dan het begraven van het lijk. Kaitaut is een vreemde. Je zou taut een accentivus maken. Maar ja, ze vertalen het hier in de aantekening van het boek. Een beetje vrije vertaling. Maken ze ervan. En bovendien. Jawel, en bovendien. Ep arcuroi is een dativus. Dus kijk altijd goed naar de aantekening. Anders wil je... Ik wou dat ook doen, iets met die taut. Maar in de aantekening staat dat het betekent en wel bovendien. Ten psychen is een accentivus. Produs is een participium. Weer net zo goed als de vorige een antwoord op jij bent een kletser, ja dan tenminste niet de dader, nou je bent wel een verrader. Produce is namelijk degene die verraden heeft. Degene die verraden heeft of de verraden heeft. En wat heeft hij verraden? Het lijnt voorwerp bij verraden is de ziel. En dan hebben we nog eb arguroi en kaitaut. Nou, kaitaut betekent dan, oh jawel, zeggen ze in de woordlijst, zijn aantekeningen. En bovendien, iemand die voor geld zijn ziel, zijn leven is beter misschien. Hij is nog niet dood. Zijn leven, het leven dus. Het leven. Het leven, zijn leven hier, zijn leven heeft verraden. Fai betekent gewoon o, verder niks speciaals. Dainen is een actief, is een nominativus. Hoi is een dativus. Dokkei is een pv. En Kai Psaide is een activus en Dokijn is een infinitivus. Bij Deinon staat dat je daar is moet toevoegen. Dus dan krijg je het is gevaarlijk. En dan staat er een hele lijst aantekeningen. Bij de hooi moet je weer splitsen, want het is een betrekkelijk voornaamwoord. En een betrekkelijk voornaamwoord is altijd een nieuwe zin. En dit hier samen heeft een hele vrije vertaling. Dus neem het dan altijd over, want het is echt niet voor niets dat dat een vrije vertaling is. Het is eigenlijk een beetje echt ingewikkeld om dat goed te vertalen. Dan krijg je echt een beetje vreemd Nederlands. Dus dan krijg je het is echt gevaarlijk. Dat is die ei eigenlijk hier. Het is echt gevaarlijk. En dan krijg je hier de vrije vertaling. Maar ik zal het zo doen als iemand een overtuiging heeft. Die op onwaarheid berust. Letterlijk eigenlijk voor wie meent. En dan onwaarachtige dingen te menen. Voor iemand die meent en zelfs onwaarachtige dingen te menen. Dus dat klinkt echt niet. Dus daar hebben ze een vrije vertaling van gemaakt in de aantekeningen. Als iemand een overtuiging heeft die op waarheid berust. Ook hier bij die volgende zin. Kompsuie is een pv. En tendoxan is een activus. Ook hier weer staat er een vrije vertaling. Maak maar bij de hand de woordspelingen met toxan. Dus die doen we gewoon eventjes ook niet. Als er al helemaal voorvertaald is. Er is een reden waarom ze dat helemaal voorvertalen.
Eide tota. Eide tota, daar begint een bijzin. Want ei is voegwoordje van de bijzin. Tota is een accessivus. Me is het nog niet het nieuwe einde, het einde van de zin. Oh, het staat mooi, sorry. Waarom staat er dan me? Me. Ik zat één woordje te ver te kijken. Vanijten is een pv. Moet ook bij ei moet ik een pv hebben. Mooi is een dativus. En toes droontas is een accessivus. Nou, ik moet natuurlijk een hoofdzin hebben. Hier staat geen voegwoord, hier staat geen betrekkelijk voornaamwoord. Dus exe rijdt is de hoofdzin en dat is een pv. Hottie is weer wel een voegwoordje van een bijzin. Dus dat wordt weer een nieuwe zin en de rest daarvan staat op de volgende regel. Tadaila is kerde is een nominativus. En ik heb geen idee hoe die jeda komt, maar... Pemonas is een accessivus. En Elgazetai is een pv. Nou, Eidetauta, mij vanijten mooi toes droontas. Vanijten is jullie zullen tonen. Jullie zullen tonen. Lijn voor bij zullen tonen is de droontas, degene die doen. Het meewerkend voorwerp bij tonen. Wij zullen tonen. Wij zullen tonen. Is die mooi. Mij. En het leidend voorwerp bij doen. Degene die doen. Meervoud. Is tauta. Die dingen. Ei betekent als. En we hebben de mij nog niet vertaald. Dus als, dan krijg je als jullie... Mij niet degenen die dit doen, zullen tonen. Hij gaat nu lekker dreigen. Exerijt betekent jullie zullen erkennen. En wat is dan het lijn voorwerp bij jullie zullen herkennen? Dat is die hottiezin erachter. Komt vaak voor. Hottiezin. Komt vaak voor en dan weet je ook hoe je hottie moet vertalen. Even daar nog wel een spiegel tussen natuurlijk. Hottie. De zin, en dan weet je ook hoe je hottie moet vertalen. Want als dat een lijnend voorwerpzin is, dan vertaal je hottie met dat en niet met omdat. Dus, als jullie mij niet degene die dit doen zullen tonen, zullen jullie erkennen... Dat dus. Tadaila kerde is de laffe winsten. Erxagetsetai op leveren op. Denk eraan dat tadaila kerde is een nominatieve meervoud onzijdig. En die heeft altijd een persoonsvorm in het enkelvoud. Maar in Nederlands vertaal je het met meervoud. Dus daarom leveren op en niet levert op. En ook geen enkelvoud maken, je laat het gewoon meervoud staan... En het werkwoord verandert ook in het meervoud. Nou, het lijnvoorwerp bij opleveren is nadelen. De pemonas. Dat de laffe winsten nadelen opleveren. Nou, de wachter die denkt, oké, we doen ons best. Exeuretheia, erheuretheia. Heuretheia betekent laat gevonden worden. Het is een laat gevonden worden. Het is een optativus, dus het is een optativus van wens aan laat gevonden worden. Al, wel aan, vooruit. Laat hem vooral gevonden worden. Het staat geen lijn voorbij, dus je zult het zelf moeten verzinnen. Je moet het dus ook verzinnen, ook al staat het er niet. En dan gaat het natuurlijk over de dader, of laat ze vooral gevonden worden. Hier spreekt hij namelijk over meer daders en daarvoor sprak hij over één dader. Ejan is een voegwoordje van de bijzin. En de zin loopt door, dus die lijftij hoort daar nog bij. Lijftij is een pv. Dan komt hier de hoofdzin, want zoals gezegd, je moet altijd wel een hoofdzin hebben. Hier staat geen voegwoord, hier staat geen betrekkelijk voornaamwoord, dus dit is een hoofdzin. Het is ook een zin, want er staat een pv in. Tut
Pluto is een activus. Tyche is een nominativus. Zorg dat je je naamvelden kent en dat je dit zo snel kunt doen. Ook est. Est is een PV. Er staat een theta, maar het is eigenlijk een T en dan komt een I achter. Maar die I is verdwenen omdat het volgende woord met klinken begint. En de T is een theta geworden omdat het volgende woord met een H begint. Hoppos is een voegwoordje van de bijzin. Opzij is een PV. Su is een nominativus. En el tontame is een accusatief. Leftij, hij zal worden gegrepen. Een conjunctivus futuralis. Dat staat niet helemaal vast. Het verschil tussen futurum en futuralis is dat futurum echt zeker vaststaat. En de futuralis dat het in de toekomst mogelijk is. Dus hij houdt een slag om de arm. En die toi moet je hier niet vertalen als een datius of zo. Het is een ding dat iets ongeduldigs aangeeft. Dus hij betekent vaak als, maar je kunt het ook soms vertalen met of. Maar of hij zal worden begrepen of niet. Of niet. Tuto gartuge klinei. Het lot zal bepalen. Tuge klinei. Het lot zal bepalen. Lijnt voor waarbij zal bepalen. Is tuto dat. Kijk, want hij kan niet bepalen. Hij weet het, hij kent het lot niet. Want het lot zal dat bepalen. Maar hij weet wel één ding zeker. Ook est. Est moet je hier vertalen met er is geen kans. Er is, ja, maar eigenlijk moet je dit hier niet apart doen. Het staat gewoon letterlijk in de woordenlijst. Er is geen kans. Staat in de aantekeningen. En natuurlijk, na er is geen kans, hoe ga je dan door met dat? Hoppos dus niet opzoeken. Er zijn zoveel mogelijke betekenissen voor hoppos. Maar het meest logische na er is geen kans is het woordje dat. Probeer dat dan als eerste. Ga het niet opzoeken, dat kost je zoveel tijd. En je kiest misschien het verkeerde woordje. Opzij. Su. U zult zien. Nou, het lijnt voor waarbij je zult zien. Is mij gekomen zijnde. Er is geen kans dat u mij zult zien nadat ik gekomen ben. Nadat ik gekomen ben. En er staat nog bij duik en dat betekent hierheen. Dus nadat ik hierheen gekomen ben. Met andere woorden, hij komt niet terug. Dat zou ik ook niet doen. Anders wordt hij nog opgepakt. Kainengar. Ektos is een voorzetsel met de genitivus erbij. Dus elpidos en gnomes hoort erbij, want te verbindt twee gelijkwaardige dingen. Dus die hoort dan ook bij die ektos. Dan moet ik natuurlijk doorlezen, want ik heb nog steeds geen PV. Sotais is een participium, nominativus. Ophilo is een PV. Tois, teois is een dativus. En polen garin is een accusatief. Ektos, die doe ik nog niet. Sotais, gered zijnde. Ophilo, ik ben verschuldigd. Ik ben iets aan de goden, iets aan iemand verschuldigd. Dus het lijnt voorwerp bij ik ben verschuldigd. Is pollen garen, veel dank. Aan iemand, dus een meewerkend voorwerp bij ik ben verschuldigd. Is aan de goden. Want dan krijg je, want. Zelfs nu, gered zijnde, ben ik de goden veel dank verschuldigd. Ektos, elpidos, gnomes, de emes betekent buiten mijn hoop en oordeel. Dus zelfs nu, buiten mijn hoop en oordeel, gered zijnde, ben ik de goden veel dank voor beschuldigd. Eigenlijk kun je dit best wel laten staan.
Je zou zelfs ook zijnde kunnen weglaten, want zelfs nu buiten mijn hoop en oordeel gered, ben ik de goden veel dank verschuldigd, of je maakt er een bijzin van. Want zelfs nu, omdat ik buiten mijn hoop en oordeel gered ben, ben ik de goden veel dank verschuldigd. Dat was het. Ik hoop dat het zo een beetje duidelijk is. Ik hoop dat je leert te vertalen met verwachtingen van wat heb ik nodig. En ik hoop dat jullie daardoor een mooi cijfer krijgen voor de vertaling. Ik zie jullie graag terug de volgende keer.